Na 3 maanden oorlog ziet Gaza er zo uit. Er zijn niet genoeg medicijnen en er is te weinig eten en drinken. Volgens de Palestijnen zijn bijna 23.000 mensen om het leven gekomen in de oorlog. En 1,9 miljoen mensen zijn hun huis ontvlucht. Dat zijn bijna alle inwoners van Gaza. Deze beelden maken op mensen overal ter wereld diepe indruk. Het is volgens sommigen zo dat het Israëlische leger zich in Gaza richt op het hele Palestijnse volk. Zij zeggen dat er sprake is van genocide. Een moeilijk woord met een heel heftige betekenis. Genocide betekent namelijk het vermoorden van een heel volk. Een groep mensen met hetzelfde geloof, die er hetzelfde uitziet of die in een bepaald gebied woont. Het wordt daarom ook wel volkerenmoord genoemd. Er is eerder in de geschiedenis genocide gepleegd, zoals in de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's alle Joden wilden vermoorden. Of er nu ook sprake is van genocide, daar gaat het hier dus over, bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Het land Zuid-Afrika heeft de rechters gevraagd om naar de zaak te kijken. Zo wil Zuid-Afrika de Palestijnen steunen. The suffering of the Palestinian people, physical and mental, is undeniable. Israel has deliberately imposed conditions on Gaza that cannot sustain life and are calculated to bring about its physical destruction. Het gaat dus om de oorlog in Israël en het Palestijnse gebied Gaza. In Gaza wonen meer dan 2 miljoen mensen op een klein stukje land met een hek eromheen, waar ze niet uit mogen van Israël. Israël zegt dat dat nodig is omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas hen anders aanvalt. Ruim 3 maanden geleden gebeurde precies dat. Hamas brak door het hek en viel Israël binnen. De groep vermoordde zo'n 1200 mensen en ontvoerde er zeker 200, van wie er nog altijd veel worden vastgehouden in Gaza. Sindsdien vallen vooral aan Palestijnse kant veel slachtoffers. Daarom vraagt Zuid-Afrika aan de rechters of ze Israël willen veroordelen voor genocide. Sander van Hoorn volgt de rechtszaak voor het Jeugdjournaal. Super ingewikkelde vraag en het beantwoorden daarvan, dat gaat jaren duren. En dus heeft Zuid-Afrika hier vandaag nog wat anders gevraagd. Ze vragen het Hof of dat Israël kan opdragen om te stoppen met vechten, omdat de mensen in Gaza nog steeds lijden. Ja, dat heeft Zuid-Afrika vandaag gevraagd. Morgen gaat Israël zeggen hoe zij er tegenaan kijken.